Jeannette Westerkamp heeft 5 jaar met haar gezin in Oeganda en Rwanda gewoond. Inmiddels is ze met haar man predikant in een PKN-gemeente en daarnaast werkt ze voor justitie in een gesloten instelling voor meisjes. De ervaringen uit haar dagelijks werk inspireren haar om plezier te hebben in het recht brengen. Ze is ervan overtuigd dat we door eenvoudige keuzes mensen nieuwe kansen kunnen geven. Zoals door eerlijke handel, werk verdelen of vluchtelingen menswaardig behandelen. Wat moet ik doen? Heeft iemand bezwaar tegen dat woordje moeten? Altijd als ik zeg tegen iemand, misschien moeten we dit of dat. Wat zeggen ze dan? We moeten niks, we moeten helemaal niks. Nou, daar geloof ik niks van. Als ik niet iets moet, dan stroomt het van alle kanten vol met van allerlei dingen. Met mijn consumptiedrang of mijn beeldbuisbinding of weet ik niet wat ik allemaal heb. Er zijn dingen die ik moet. En die geven me ook moed. En ik wil een verhaal vertellen. Ik wil een helder verhaal vertellen van mezelf. Dat doen wij Nederlanders niet zo, maar ik dacht vooruit op de Justice Conferentie. Ik heb een helder daad verricht en dat was ongeveer 30 jaar geleden. We woonden met ons gezin in Oeganda en ik was alleen thuis met 2 kleine kinderen. En ik deed de was op de hand bij een koude kraan. Dat was nog niet het helder stukje ervan. Dus ik pak die was op. En opeens komt er een slang omhoog onder die was. Dus ik laat die boel weer vallen. En toen dacht ik, en nu? Hier moet wat mee. Daar zijn mijn kinderen over de vloer. Daar is een slang. Wat moet er met die slang? Ik kan hem niet vangen en naar buiten zetten. Het is maar 1 ding. Er is ook niemand in de buurt. Die slang moet dood. Wie moet dat doen? Er is niemand in de buurt. Ik moet die slang doodmaken. Toen was er nog maar 1 vraag... Hoe moet ik dat doen? Het is ongelooflijk hoe creatief je wordt als je iets moet doen. Ik keek omheen, er stond een stamper waar we de pindakaas in stampen, met zo'n grote stamp. Dus ik pak die stamper, ik gooi die was eraf, ik zeg een bezwerend woord. Ik zeg van, jij bent koud en ik ben gemotiveerd. Het was een bezwerend woord voor mezelf. En ik stamp. Later zei mijn man van, had hij giftanden? Ik zei, hij deed zijn bek niet open en nou kan ik het niet meer zien. Wat ik ermee wil zeggen is, het was heel duidelijk dat er iets moest. Het was heel duidelijk wat er moest. Het was ook heel duidelijk wie er wat moest, ik namelijk. En wat er gedaan moest worden. En de drijfveer voor de heldendaad was liefde. Want daar zat de slang. En daar zaten mijn kinderen. Ik zou dat nooit hebben gedaan als die kinderen niet in de buurt waren geweest. Nou, wat moet ik nou doen? We hebben zoveel gehoord. Het zou ons kunnen vergaan als Kees Tip, zoals die dichtte. De mensheid heeft mijn hart en vergt mijn volle krachten. Het zijn er 6 miljard, dus jij moet even wachten. Het moet concreet worden. En ik moet me beperken. Ik kan niet alles. Het is net als met die 2 mannen die op weg waren naar het huis van God. En het daar zo druk mee hadden dat ze de vluchteling of de gewonde man op de weg niet zagen liggen. Wat moet ik doen? Ik moet me beperken. Dat wat ik tegenkom, dat wat mijn liefde heeft, dat wat mijn hart heeft. Dat betekent niet dat ik alleen maar in mijn eigen buurt en mijn eigen schoonmoeder kan opzoeken. Want ik ken ook mensen van wie ik hou in Niger. En ik ken mensen van wie ik hou in Peru. Ook door hun te helpen, door hun te steunen financieel en met mijn gebeden, kan ik daar ook dingen betekenen. Maar het moet wel dichtbij komen en het moet beperkt worden. Wat moet ik doen? Als je zo al die mensen hier hoort, dan denk ik, wat een miser ben ik eigenlijk. Wat doe ik eigenlijk de hele dag? Niks heldhaftigs. Het doet me denken aan de zendeling in Afrika die tegen zijn Afrikaanse baas zei, ik voel me zo tekortschieten. Mijn collega zendeling, die spreekt de taal zo goed. Hij denkt als een Afrikaan, hij doet als een Afrikaan, hij is bijna een Afrikaan. En toen zei zijn Afrikaanse baas, juist, we hebben hier een heleboel Afrikanen. Wees jij jezelf. Wat zijn de dingen die bij mij passen, waar ik enthousiast van word, die ik kan doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik
doen. Vinden jullie het ook zo leuk om goed te doen? Van de week heb ik nog een jongetje van de straat geraapt, die naast zijn moeder fietste en die viel om. En dan zet je zo'n kind overeind en zegt die moeder, dank je wel dat er iemand is die een beetje helpt. Zo'n lekker gevoel is dat. Je zou de mensen er gewoon voor om willen gooien. Zo lekker om goed te doen. Maar wat een ellende. Weet je nog, de moeders hier in de zaal, weten jullie nog, of weten jullie hoe het is als je op moederdag, dat je je kinderen dan die trap op hoort komen? Met dat je denkt van dat is thee, dat is hete thee, lieve help. En dan dat beschuitje in bed, zodat je de volgende dag helemaal in de kruimels ligt. En dan zo dankbaar zijn. Er worden een heleboel dingen gedaan, en dat hebben we in Afrika ook gezien, die alleen maar dingen kapot maken. Die alleen maar problemen veroorzaken. Wat moet ik doen? Ik denk dat ik ook veel meer misschien dan wat ik doe, stil moet zijn. En luisteren. Me aansluiten bij mensen die al dingen doen, in plaats van zelf zo graag dingen willen doen. Of luisteren naar God. God heeft een hele bijzondere manier van mij laten zien dat wat ik doe wel eens minder belangrijk kon zijn dan wat hij denkt. Op een gegeven moment, ik werkte in de gevangenis en ik was met iemand in gesprek geweest en ik zou weer naar een ander gesprek. En een van die mannen die daar op de ring loopt, de ring heet dat in de gevangenis, waar je dan zo rondom allemaal cellen hebt. Die spreekt mij aan en zegt, ben jij dominee? Ik zeg, ja. En toen zegt hij, kun je me leren bidden? Ik zeg, jawel. Kom vrijdag maar naar de gespreksgroep. En er zijn meer mensen en die bidden allemaal. En zo zei hij, ja, maar ik moet nu leren bidden. Ik zeg, maar ik moet eigenlijk door. Hij zei, ja, ik moet eigenlijk ook door. Maar kun je me nu niet leren bidden? Dus ik dacht, nou ja, wat moet ik doen? Dus ik zei, nou ja, weet je wat? Hou je ogen maar open, want iedereen kijkt hier naar ons. Dan zal ik een kort gebed voor je uitspreken. Ja, zei hij, graag. Dus wij alle twee onze ogen open. En ik zeg, Heer, ik zal hem Piet noemen. Heer, wilt u Piet leren bidden, want hij wil graag met u in contact komen, amen. Hij kijkt me aan, hij zegt, is dat bidden? Ik zeg, ja, dat kun jij ook. Oh, zegt hij, vrijdag komt hij in een gespreksgroep. Kijkt dus een beetje de kat uit de boom en zegt dan tegen die andere mannen, zeg, bidt die vrouw wel eens met jullie? Ja, zeggen een paar. Hij zei, ben je dan ook stoned? Ik zeg, wat? Ik ben 3 uur stoned geweest. Ik zeg, het is niet waar. God doet soms dingen. Dat verzin je toch niet? Het werd nog heel embarrassing, want ze vroegen of ik ook stoned was. Ik zei, ik heb geen idee. Ik ben nooit stoned geweest, dus ik heb geen idee of binnen mij stoned. Maar... Dus toen ik even laat... Oké. Okay. Dus toen ik even later... De keer afsloot met gebed. Toen was ik klaar met bidden, ik deed mijn ogen wel open. Toen zaten al die kerels mij aan te kijken. En zeiden, ja, ziet er wel een beetje stoned uit. Wat moet ik doen? Ik ben zo blij, Heer, dat u de wereld en de dood hebt overwonnen. Ik ben zo blij dat uw koninkrijk komt. En Heer, laat mij zien wat ik daarin mag doen. Amen.